Allereerst gefeliciteerd. Had je dit succes zo snel verwacht? Nou ja, het is altijd weer een verrassing natuurlijk. Maar we dachten wel, we zitten wel vrij snel op de 100.000. Dus daar rekenen we wel een beetje op. Maar of het dan binnen 4 dagen, zoals het nu binnen 4 dagen gaat, dat hadden we niet helemaal verwacht. Ik denk dat hij nog flink doorgaat. Want je zag in de recettes dat hij elke dag al beter ging lopen. Dus het wordt alleen maar beter, denk ik. En hij zal nog wel een tijdje doorgaan. En we zien wel waar het eindigt. Gezien de cliffhanger, komt er een deel 2? Ja, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Het moet beginnen bij een leuk verhaal voor deel 2. Het kan wel. De eerstvolgende film die we gaan doen is niet Sint deel 2. Maar is een andere film, wel van Dick ook. Een spannende film, een thriller. En of deel 2 eraan gaat komen... dat zal nog wel even op zich laten wachten. Denk je dat je met het succes van de film een lans hebt gebroken in de genrefilms? Dat hoop je dan aan de ene kant best wel. Ik bedoel dan, ik maak natuurlijk ook gewoon de films die ik leuk vind. Dus ik voel me niet zo'n voortrekker. Ik wil ook niet in zo'n voortrekkersrol zitten van ik ga de horrorfilm of de thriller met horror element of dat ga ik op de kaart zetten. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar het zou leuk zijn als meer van dit soort films worden gemaakt natuurlijk. Ja. Wat staat er nog op jouw verlanglijstje? Deze film die zijn we nu aan het uitbrengen. Die proberen we natuurlijk internationaal ook te verkopen. Daar zijn we druk mee. En als we dan volgend jaar de nieuwe film met Dick gaan maken. En veel verder kan ik nooit niet vooruitkijken. Dus ik ben helemaal gelukkig. Ik heb bijna geen wensen meer voor Sinterklaas.